We staan hier op de nieuwe fietsbrug tussen Merksem en Dam. Hier was vroeger de IJzerlaan. Ik denk dat het vandaag al een hele verbetering is. Onder meer de groenaanleg hier verderop langs de oude IJzerlaan. Op deze plek hebben we nog eens een heel goed zicht van de hele viaduct van Merksem van aan het Sportpaleis. Zo richting Noord, de luchtbal waar we daar straks stonden. Die verdwijnt dus. Het zal ook voor de geluidsoverlast in de hele verre omgeving een geweldige verbetering zijn. Misschien is het een idee om toch een stuk van het viaduct te behouden, niet als een reduct alleen, maar ook als een eco-verbinding over het Albertkanaal heen. De bedoeling is in elk geval om een doorlopend park te maken van het Rivierenhof in Deurne, ging erachter, langs alle ringparken en zo naar het noorden tot in Merksem en de Oude Landen. En op die manier ontstaat er dus een eco-verbinding op een grote schaal, uiteraard ook met fietsverbindingen. Die maakt dat je over hele lange stukken zult kunnen fietsen zonder daar kruispunten over te steken en dergelijke. Dus op dat vlak is dat ook een heel veelbelovend idee naar de nabije toekomst. We staan hier aan de Slachthuislaan, aan de wijk Dam. En voor de wijk is het natuurlijk heel belangrijk om een goede connectie te maken naar het ringpark dat hier komt. Twee dingen daarover. Het Damcomité heeft een heel interessante onderhandeling gevoerd met een ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat in de wijk zelf meer van het bestaande groen toch kan behouden worden en geïntegreerd in de nieuwe ontwikkeling. Er blijft discussie bij de stad over het statuut van die Slachthuislaan, die we toch liever naar 50 per uur zouden halen om die oversteekbaarheid ook veilig te krijgen. En dan hebben we het Loperig Dok aan de andere zijde waar het park komt. Ook die verbindingen, daar worden heel interessante ideeën nu ontwikkeld rond dat hele Loperig Dok. Maar er is ook nog de discussie over het ringpark aan de overzijde, waar een gat blijft in de overkapping. De intendant had daar vroeger een ribbenkap voor voorzien. Op een dam, op een luchtbal tenminste, wordt dat vervangen door stadsserres. Ook een heel mooi concept. Maar eigenlijk willen we er hiervoor pleiten om die gaten toch bij de aanleg van de Oosterweel ineens dicht te leggen. Want die gaten zijn natuurlijk altijd een bron van lawaai, van slechte luchtkwaliteit en minder park. Wat hier toch heel erg nodig is.